best wel spannend. We gaan opnieuw naar de keuring. Dus ik heb mijn nieuwe papieren allemaal ontvangen van DUV. Het is spannend, want we hebben eigenlijk nog 10 dagen. Als ik er, voordat we op reis vertrekken, dus als ik er nu niet doorga, heb ik 10... Nu, ja, dat is niet waar, dat is niet helemaal waar. Als ik niet doorga, krijg ik typisch zo'n tijdelijk... zoals ik nu ook had, hè. Trouwens. Ik had een tijdelijke goedkeuring, waarmee dat ik dan natuurlijk wel verder kan. En dan moet ik gewoon binnen zoveel tijd teruggaan om de correcties door te voeren. De keer dat ik mijn stoelen ga vervangen door enkele stoelen, want ik heb nu nog dat bankje. Dan zou dat hier wel een keer een probleem kunnen zijn, die airbags. Dat is hier zo'n waarschuwingslampje. Dat hier. En elke stoel is geconnecteerd. Van een hard overklikker en zo. En op basis daarvan gaan die, of die, hier zit ook een airbag in. Of die airbag af. Dus dat kan wel spannend worden. Maar ik zit ondertussen weer bij de keuring. Nu, we naderen de vakanties. En zo te zien... Of wel is het omdat het een woensdag is dat druk is. Maar ik zie heel veel... je kunt niet zien, maar er staan redelijk wat caravanen en mobiles. Dus ik veronderstel ook wel dat te maken heeft met de vakantie. Voor ons. We hebben... dus wat hebben we ondertussen nu, wat dat nieuw is... We hebben nu een nieuw COC en een nieuw inschrijvingsbewijs. En dat zou compleet moeten zijn. Alle gordels zitten in. Vanachter ook. Tafeltje, gordels, bed. Alles zou klaar moeten zijn. Ik ben benieuwd. Oké, ik heb nog tijd. Hè. Ik kan op mijn gemak mijn papieren zelf nog een keer lezen. Het is echt veel volk. En dat is dan nog enkel voor 3,5 ton. Die daar staan, dat zijn de afspraken. Dat is tot 3,5. En die twee zijn vanaf 3,5. Die is ook 3,5. En dat zijn de personenwagens. Oké, de keuring is dus gewoon gelukt. Supergoed nieuws. We zijn gekeurd als autocaravan eindelijk. Dus het is geen kabinet meer, maar een autocaravan. Het was weer een... het is altijd een beleving op de autokeuring. Er was een pak meer volk dat je kon zien op de beelden. Dit keer kwam er eerst een jonge gast en die nam mijn papieren aan. Die bekeek die. En die vroeg, omdat die COC is zo duidelijk een aangepast COC. En die vroeg, ja, dat is niet origineel. Ja, inderdaad, ik leg uit wat de bedoeling was. Dan ging hij achterin gaan kijken. Zegt hij, wauw, chic. En heeft zeker 20 keer gecomplimenteerd over hoe knap dat gedaan is. En vraagt of ik het allemaal zelf gedaan heb enzovoort. Dus heel enthousiast. Maar wel correct zijn papier aan het controleren, mijn papier aan het controleren en dergelijke meer. En dan was zijn chassisnummer aan het controleren in de motorkap. En kwam er een oudere collega bij hem staan en dan zei hij van, moet ik even kijken, heel enthousiast, moet ik even kijken van achteren. En die collega kijkt en hij is dus van, ja, gezellig. En hij gaat terug naar die andere, zeg, zijn die papieren wel in orde? Is dat wel, ik hoor hem zo vertellen van, is dat wel in orde? Dat is toch niet als kabinet dat die gekeurd wel wordt? Dus, maar ja, mijn papieren waren in orde. Bewijs, de keuring als bewijs. Trouwens, ze hebben wel iets vreemd gedaan. Ik weet niet op basis van wat dat gebeurd is, maar... Als je kijkt naar... Dus 16.5 was ik er niet door voor de keuring. Dan had ik nog 2 zitplaatsen. En hebben ze hem echt gewogen. Kan het dan hebben ze echt gewogen. En dan zaten ze aan 2,180 ton. En als je dat dan een van 3,5 is, betekent dat dat ik een laadvermogen heb van 12,45. Allemaal goed en wel. Dus dat is echt op de weegschaal. Ik heb op de weegbrug gestaan. Dat is echt gewogen. Maar dan vandaag hebben ze mij niet gewogen. Dus dat is vandaag gebeurd. En mij tot... Ja, dus de... De tijd die daar overheen gaan is vooral mijn nieuwe via DGV mijn nieuw papier ontvangen. Hè. Ze hebben, dus waar dat er hier nog kabinet staat, hebben ze hier nu autocaravan staan. Maar ze hebben plots ook, dus ze hebben niet gewogen, hè, maar plots staat het gewicht ook op 2,17, waardoor ik nog maar 715 draagvermogen heb, of laadvermogen.
Ik vermoed dat het te maken heeft met het feit dat hier 5 personen zitten, nu 5 zitplaatsen, en dan ze waarschijnlijk per persoon ook iets bijtellen bij het gewogen gewicht. Dus pak dat gewogen gewicht is, en dan zou ik weet niet wat, 80 kilo per persoon of zo erbij tellen. Dat zou het kunnen zijn dat ze op die manier aan 7,15 komen, of beter 2,17. Gok ik, hè? Dat is wel de gok. Ik zou het niet weten. Als iemand weet, laat het mij zeker weten. Maar het belangrijkste is dat ik er door ben, hè. Ik ben mij aan het klaarmaken om naar een kort film te gaan kijken van een collega die aan de film die studeert aan de filmacademie. Dus die heeft als project een kort film moeten maken. Ik moet daarvoor naar Wetteren. Het heeft net, ik hoop dat ik nog op tijd ben. Het heeft net het cultureel centrum Nova of zo in Wetteren. Het heeft net massaal gestormd. Dus ik kon niet vertrekken, maar nu is het opgeklaard. En ik zou nog net op tijd moeten zijn, maar dus ik zal het kort houden hier. Check die lucht, ik sta bij de snelweg in Wetteren. Ik denk eigenlijk dat die weg hier, dat hier alleen maar gezet is om aan die windmolens te kunnen die daar. Daar staan 3 windmolens. En je hebt dan aan die kant, daar heb je een aantal parkings. Daar zie je al die auto's staan. Dat is voor, hoe heet dat, als je auto deelt, als je gaat werken. Ik moet niet vragen hoe vaak dat ik dat doe. Ik kan mezelf de benaming niet herinneren. Ik ga ze biedt die baan hier een keer uitreden, gewoon om te zien waar dat gaat. Ik vermoed naar die molens. Wel prachtig eigenlijk, hè. Je hoort vooral ook de snelweg, denk ik. En ik heb de... Is dat ook een paardje? Ja, ik was het in de lucht aan het filmen. Ik heb denk ik net een onweer gemist nog. Ik heb het cultureel centrum in Wetteren heb ik gevonden. Dus ik was ook nog net op tijd voor de verschillende voorstellingen. Ik ga niet al te uitgebreid bespreken. Daarvoor moet je naar mijn podcast luisteren. Daar zal ik een aflevering maken over de verschillende kortfilms die ik gezien heb. Maar het waren dus eigenlijk kortfilms van... Ik zal het zo filmen. Bij mezelf ook. Dus kortfilms van de Academie in Wetteren, de Kunstacademie in Wetteren. En daar is een collega die naar die academie gaat. Dus die zijn inzendingen had of zijn inzending deed mee. Of was ook te zien op groot scherm. Dus je zou kunnen zeggen, ja, waarom ga je dan daarvoor een uur rijden naar Wetteren? Je kunt dat even goed gewoon vragen dat hij dat doorstuurt. Dat is waar, maar dit was de kans om dat te zien op groot scherm. En het was mooi gedaan, zijn filmpje. Er zaten een aantal dingen, er was één scène die nogal donker was, maar je had op voorhand ook gezegd van wat dat probleem er nog in zat. En nu, ik heb mij wel wat geconcentreerd op één moment dat hij me had gezegd van dan draai ik rond het hoofdpersonage. En ik heb nogal zitten zoeken, maar ik heb dat stuk niet direct gevonden in de film. En dan, een keer dat het gedaan was, had ik ook niet helemaal door wat dat het verhaal was. Maar dat komt denk ik omdat ik de tekst niet goed aan het volgen was. Want in de tekst werd er continu... er was eigenlijk een gedicht was, denk ik. Er was continu tekst rond, een gedicht, denk ik. En ik vermoed dat ik het al beter had begrepen, had ik ook op de woorden gelet. Maar wel heel, heel mooie inzending, echt heel mooie dingen. Maar dus als je meer wil weten erover... Zeker naar de podcastaflevering luisteren. Ik hoop dat ik nu thuis geraak nog. Zonder echt onweer. Ja, ik ben natuurlijk met de motto. Ik moest je dat afvragen. Daarmee dat ik van die regen spreek. En ook wel daarmee dat ik een motorjas aan heb natuurlijk.